It is 9 p.m. Ja, dit is PSS Echo. Goedenavond. Ik zit nog even wat schermpjes erbij te pakken. Niet scherfjes, maar schermpjes. Even kijken. Wat heb ik nog meer nodig? Er is een dienst daar ronde. Papa Alpha 6 Echo. En die ronde is tegenwoordig op donderdagavond om 9 uur. Vanaf 9 uur. Vorige week was het redelijk rustig. Maar zoals ik al in de mailing schreef die ik over de ronde gestuurd had. Nou, allemaal gepiep waar ik niks aan heb. maar zoals ik al in de mailing schreef. Het gaat om de kwaliteit van de gesprekken en niet om de kwantiteit van de inmelders. Dus ik hoop dat het vandaag weer net zo gaat. Maar misschien met 1 of 2 of 3 mensen nog meer. Er is een chat bij de ronde. Momenteel geen YouTube. Dat hoop ik volgende week weer te doen. Maar in ieder geval, er is een chat. En als je daar wil meedoen, dan moet je me even vragen. Dan kan ik de gegevens daarvan waarschijnlijk wel opleveren. Het is wel een mond vol, maar dat geeft niet. Jawel. Nou, ik ga eens even kijken of er inmelders zijn. Papa Alpha 6 Echo voor de dienst daaronder. Ja, 7 Mike Bravo. Goedenavond, John. Papa Hotel 2X3. Goedenavond iedereen. Goedenavond, John. PA3 Alpha Hotel India. Maar omdat het om de kwaliteit van het gesprek gaat, meld ik me meteen weer uit. PA3 AGI. Oh, nou. Het zowel, daarmee gaat zowel het niveau van de niet-meedoeners als van de meedoeners omlaag. Zeg Roland, PA7MB heb ik gehoord. Dat gaat dan weer met smartphone. Ik heb dat ding op stil gezet, maar dat werkt niet. Dat ding blijft eigenwijs doorpiepen. Dus die moet ik zo meteen even vakkundig de nek omdraaien. Even kijken, PA7MB heb ik. PH2X en PH3 Alpha Hotel India. Zijn er nog meer? Papa Alpha 6 Echo. Papa Delta 1 November Whisky. 7 Papa Vorstad. Is PA 2 SNK, die luistert even mee. Roger, Roger, PD1 MW, November Whisky, Papa Delta 7, Papa Fox en PA2 SNK. PSS Echo, ik ga nog even luisteren. Papa Delta 1, November Whisky, ik weet niet of hij nou wel of niet doet. Ah, ik ben je naam even vergeten, maar ik weet wie ik voor me heb. PD1 November Whisky. Je kent PA2X ook, hè? Dan moet ik even denken naar je. Dat is wel erg slordig. Dat ik, nou ja, ik kan ook niet van iedereen de naam weten, maar het is toch wel handig als ik het wel weet. Nee, maar je was doorgekomen. En ik meldde nummer 4. Ik heb de chat nog niet standby staan. Dat was ik even vergeten op te starten. Dat ga ik nu even goed maken. Ja. Staat ook niet helemaal. Oh jee, al mijn scherm helemaal anders in de hoek. Hoe kan dat nou? Oké. Okay. ja, PA11301 is er daar en PE4SVG. Nee, ik weet niet hoe jij heet, Sander. Echt niet. Ja. Goed, oh goed. Op de chat dus. Nou, ik ga jullie er ook bij schrijven. Ik denk dat ik mijn spreadsheet beter op mijn linkerscherm kan zetten. Nou, het gaat echt professioneel, zoals jullie horen. ik ben van PA7MB, de naam ook even kwijt, maar we hebben zeker meerdere keren eerder gesproken, diverse keren. Maar jij krijgt de microfoon. PA7 Mike Bravo, de dienst daaronder, Papa Alpha 6 Echo. Ja, even met een kiertje. Papa Alpha 6 Echo, John en alle andere aanwezigen. Een hele goede avond toegewenst vanuit Zoetermeer. Ja, verleden week wilde ik er eigenlijk ook op bij zijn. Ik had het mailtje ook binnengekregen van jou. Maar daar kwam het helaas niet van. Vanwege het QRL, hè. Dus ja, bij deze. Ik denk, nu ga ik me vanavond wel inmelden. Hartstikke leuk, hè, dat je dat nog steeds doet. En ja,
als het gaat, dan blijf ik me ook gewoon iedere avond, iedere donderdagavond, sorry, blijf ik me ook gewoon e-mailen, joh. Nou, voor de andere overige aanwezigen zal ik even vertellen waar er aan deze kant mee wordt gewerkt. Een zelfbouw hotspotje, gebouwd om een Raspberry Pi. Dat draait goed. En een portefeuille van Icon. Daar bedrijf ik eigenlijk de D-Star mee. Hè? En dat gaat over het algemeen hartstikke goed, joh. Goed, John. Ik hoop dat de ronde zeer zeker wat groter gaat worden. Met wat meer geïnteresseerden, inderdaad. En dan kunnen we ook leuke dingen kunnen we uitwisselen. Wat betreft de D-Star en het programmeren, joh. Microfoon even terug naar jou. Papa Alpha 6 Echo, het groepje van Papa Alpha 7 Mike Bravo. Ga je gang, John. Ja, Roger, op de chat is ook PR3ANG erbij gekomen, dag Johan. Jawel. Ja, nee, ik ben niet ontevreden als gesprekken zo zijn als er vorige week waren. Ik weet niet of Frans is, die zou er ook wel bij willen zijn, denk ik. Tenminste, die was vorige week zo enthousiast. Maar misschien heb ik hem niet gehoord, hè. Eens even zien. Ja, ik heb voor Danny had ik nog een vraag, maar die stel ik zo meteen wel, of anders per mail. Of het bereik van zijn repeater. Oh, dan krijg je een microfoon, Johan. Ja, ik heb niet... Je staat ook niet in de lijst. Dus ik denk dat ik te korte breaks laat. Dat is een euvel wat ik... Dat ongetwijfeld te maken heeft met mijn ongeduld. Maar ik zal je ook de microfoon geven zo. Ja, je staat ook niet op mijn repeater als call. Want daar let ik dus ook op. Misschien wel op de reflector. Dat zou kunnen. Oh ja, je staat er wel bij. 2 minuten 45 over 9. Oké, niet opgelet. In ieder geval genoteerd, dat wel. Microfoon naar Jaap, PH2X, zoals beloofd. En je bent er netjes, van PSS Echo. Dankjewel, John, papa of SS Echo, je papa Hotel 2X. Ik wil even weten, kom ik goed door zo? Ja, het is te kort om het met zekerheid te zeggen. Ik hoor denk ik wel wat glitches, maar ik denk dat het wel lukt, hoor. Ik kan je in ieder geval goed verstaan, van PSS Echo. Oké, dan, want ik heb even de tafelmicrofoon aangesloten en ik heb ook wel eens gehoord dat het wat minder goed voorkwam. Alleen met die er nog ooit, eerst geleden wel geprobeerd trouwens, dus hij zou gewoon goed moeten werken. Goed, Jaap dus, QTA is de waar. Ik werk met een IC705, een ICOM en ik heb een hotspot, een OpenSpot 4. Wat John weet is dat ik met Porsche bezig ben. John, leuk voor jou, want dat zou ik vertellen aan je. Ik zit op 1818 qua snelheid. De examensnelheid vereisten zijn 1812 woorden per minuut. En dan gaan dus de woorden, nee, de karakters komen met 18, snelheid van 18 woorden per minuut langs. En de opeenvolgende woorden, ja, zinnen, woorden, hoe snel die elkaar opvolgen, dat is ook 18. Alleen op het examen wordt dat een snelheid van 12 wordt gevraagd. Nou, het gaat goed. Ik kan dat doen op LCWO met, soms heb ik nul fouten erin. Meestal maak ik echt wel een paar fouten. Vanochtend begon ik eventjes met 8 fouten. Een keertje 9 fout, een keertje 5 fout, 3 fout en de laatste was geloof ik 2 fout. Ik oefen op een hogere snelheid, op jouw aanraden ook, want als ik examen ga doen, dan zou je zien dat er altijd wat zenuwen meedoen, meespelen. En dan zak je dus naar 1812, examensnelheid. Ja, ik ga ervan uit dat ik altijd wel fout maak met het opnemen. Dan ben ik ook natuurlijk aan het trainen met het zijn zelf. Dat gaat nog met veel fouten, John. Ik doe dat met die Kent pedal. Je weet dat ik die heb aangeschaft. Daar moet ik nog wel echt wat meer handigheid in krijgen. En ik zit er sterk aan te denken om een keertje mee te doen met SS Rotterdam. De cursus daar. Ik heb ook een vraag gesteld aan iemand die er volgens mij les geeft. Volgens mij is dat Bert Struppie. Papa Yankee, hoe heet hij? Papa Charlie 4 Yankee. Ik denk dat hij daar les geeft. Die doet het mee met Haagland 11 uur rond de vak. Dan denk ik dus een keertje eraan om mee te doen. Goed, ik
Ja, ik had nog een vraag straks, maar dit voor de tweede ronde. John, je krijgt de microfoon retour. Papa Alpha 6 Echo van Papa Hotel 2 X-ray. Ik zie PD7PF voorbij komen. Je staat op de lijst hoor. Dus je krijgt zo de microfoon. Ja, ik heb al gezegd dat je ook op hogere snelheid moet oefenen. Maar 18 woorden is wel wat veel, hè? Wat je in ieder geval moet doen, 18 woorden is niet erg. Maar wat je in ieder geval wel moet doen, is dat je niet vergeet om ook op de examensnelheid te oefenen. Hè? Maar het is wel goed om er een stukje boven te zitten. 14 of 15 woorden zou ik misschien beter vinden. Maar 18 is goed als je ook op 12 woorden oefent. Maar in de zenuwen kan het zijn dat die snelheid op het examen een stuk sneller lijkt. En ja, dat je daardoor dat dan toch net misloopt. Hè? Ja, hoe zeg je dat? Misschien werkt je brein net iets langzamer. Ik weet niet hoe het zit. Maar dat is wel de ervaring. Maar je moet niet uitsluitend op 18 woorden oefenen. Dat is denk ik niet goed. Ja, op zich moet het zijn met een panel niet zo heel moeilijk zijn hoor. Je moet daar natuurlijk wel voor oefenen. Maar ja, ik doe dat heel weinig. Ik heb één transceiver waar ik eigenlijk alleen maar een pedal bij heb. Dat is de Mountain Topper. En ik heb daar meerdere QSO's mee gemaakt. En dat ging eigenlijk toch wel vrij gemakkelijk, moet ik zeggen. Terwijl ik dat amper doe. Ik ben echt altijd met een hardblok. Dus met een ouderwetse sleutel. Ik moet niet te lang praten als rondeleider, want er zijn genoeg inmelders. Ja, ik geef toch de man van het niveau de microfoon wel even. PN3 Alpha Hotel India, dit is Papa Alpha 6 Echo. Hij denkt, ik zet de kaas meteen op de kast. Ik hoor hem niet. Microfoon naar PD1 November Whisky. Die is daar onder. PSS Echo. Alpha voor de ronde. Nou, nu zat ik met iemand dubbel. Ik denk dat het PD7PF was. Ja, ik geef je zo de microfoon. Maar hij gaat eigenlijk naar PD1 November Whisky. Dus Papa Alpha 6 Echo. Ja, goedenavond allemaal. Ik loop van deze kant. Ja, ik heb al eerder meegedaan in de ronde, maar al heel lang geleden. Dat je niet veel aan de hobby gedaan. Dus eigenlijk sinds kort weer opgestart. En ik kreeg hier een mailtje, John, van jou. Dus ik denk, nou, ik ga toch weer even de boel hier weer even gaan programmeren. Ik werk hier met een 7100. En een hotspot. Zo'n euro, ik weet niet precies hoe dat ding heette. En nou, dat klonk voor geen meter, dus ik heb even een externe speaker aangehangen en dat komt wat beter door. Want het was echt zo of er een blik kwam, zeg maar. Die chat die heb ik ook geopend, maar ik denk dat ik in de verkeerde route ben gekomen, want ik zie er niks van gebeuren. Ik zit ergens binnen, maar ik weet niet waar. Ik heb alles gevolgd wat op je mailtje stond, John. Maar ik ga door. Ja, Roger, ik zou moeten kijken of je een typfout gemaakt hebt. Er was vorige week iemand die dat deed. En die zag ook niks. Je moet daily minutes goed typen. Dat is meestal wat er misgaat als je niks ziet. Dan zie je alleen je eigen call of je eigen loginnaam ergens rechts staan. Als je doet schuine streep en dan join. J-O-I-N. Niet John, maar join. En dan daily minutes nog een keer met een hekje ervoor. Dan zou het goed moeten komen. Als je daar geen typfouten maakt. Als het tenminste de fout is waarvan ik denk dat het het geval is. Microfoon naar Fred, PD7, Papa Foxtrot. Die staat eronder, PSS Echo. Goedenavond mensen, deze kant is Fred, zoals je al begrepen. Ja, ik kwam mij eventjes gezellig in de ronde bij jullie. Goedenavond. Goedenavond en zeer welkom. Ik had je direct genoteerd hoor, maar dat is prima. Kijk, ik weet dat je in Den Bosch zit, maar voor de rest weet ik ook niet veel. Weet je, van naar Danny, als je er nog bent, want volgens mij was je mobiel.
Wat is het bereik van jouw repeater? Ik heb een kennis die zit in Gasselte, in Drenthe. En die kon hem niet bereiken volgens mij. En die is naastig op zoek naar een... Want die wil geen hotspot gebruiken. Die wil echt via repeater werken het liefst. Maar weet jij of je daar bereik hebt? Ik weet dat er een stuwwal ligt tussen Gasselte en Assen in. Dus dat zou wel een beletsel kunnen zijn. Maar hij hoort de repeater in ieder geval niet. Volgens mij komt hij er ook niet overheen. Hè? PA2 SNK van Papa Alpha 6 Echo. Ja, dat kan ik me dan heel goed voorstellen, hè, dat iemand dat niet wil, een hotspot gebruiken. Daar sluit ik me ook volledig bij aan. Daarom heb ik destijds ook een repeater in de lucht gezet. SNK. Nee, dat ga je die niet redden, hè, dat bereik. Nee, dat is mobiel met een gunstige afstelling, een kilometer of 25, 30 of zo. Hè. En dan stopt dat ook wel. Hè. Even kijken hoor. Oh ja, dat dacht ik al. Maar ik denk, die staat nog op, sorry, ik kan wel even een stukje terug. Die staat nog op analoog, hè? Dus vorige week heb ik het wel stedencompress gedaan. Nou ja, sindsdien heb ik niks meer met de set gedaan eigenlijk, hè? Hai. Dus, het zou zo wat beter gaan, denk ik, hè? Want dat is aan de forse kant, het audio. Hé, hey, bij die mobiel hoor, ik ben zit in check. Ik ben hier even bezig met de C4M, Pieter. Ik ben doen om een andere... een referentie-oscillator, goed beestje, ik moet hem wel erin te zetten. En ik kwam tot ontdekking dat ik nog maar zeer weinig vermogen had. Dan blijkt dat er een van die eindtransistoren de geest heeft gegeven. En een SMD-onderdeel was naar de klote, dat eindtrapprint is. Alleen aan het uitvogelen hoe ik die eindtrapprint uit het ding krijg, hè? Want dat is toch wel, zit er op een vreemde manier bevestigd. Hè? Ik heb gelukkig een reserve RS9044, dus ik geef gewoon de hele print over. Dat is de kortste klap. En dan hebben we een slachtoffer vinden die dan die defecte eindtrap even kan fixen. Want de SMD... dat is toch een vak apart, hè? Ja, misschien heb ik het zelf ook wel gehoord. Het is wel redelijk goed zichtbaar allemaal. Je hebt er geen microscoop bij nodig of zo, hè? Dat hoeft ook nog niet met een PNO-loop, zeg maar. Dus misschien heb ik het zelf ook wel, hè? Maar goed, eerst maar het ding waar we even werk aan maken. Dus daar was ik even mee bezig, hè? Basisbereik, ja, kilometer 40, 50, dat lukt wel, hè? Maar daar stopt het ook wel, John, hè? Ja, ik heb nog niet gekeken wat de afstand is. Dat kan ook wel best veel zijn, hè. Gasselte is bij Stadskanaal, 5 kilometer bij Stadskanaal vandaan, hè. Hij heeft een antenne op een meter of 15, dus ik denk eigenlijk wel dat hij over die heuveltjes heen moet komen. Maar ja, het is wel 70 centimeter, hè, dus... Het is wel line of sight allemaal, hè? Goed, microfoon snel naar Johan. En sorry dat ik jou niet had opgemerkt. Ik heb je in ieder geval niet gehoord. PA3 of November Golf. Nou zeg, dan slaat mijn stem ook nog over. Van PSA Zekko. Ja, dat kan natuurlijk altijd. Als je me niet hoort. Hoor je me nu wel, want ik heb geen idee of de configuratie goed is. Even een korte break. Het klinkt goed. Het kan zijn dat er wat vervorming op zit van gemiste packets. Dat kan ik zo snel niet beoordelen, maar het komt goed door. Ja, oké. Okay. Dit is Autospot 3 met de PD365 en de Itera kleine handheld. En ik zie me niet op de reflectors terugkomen, maar het zal goed gaan. Ja, dus eigenlijk moet dit een professionele modulatie zijn met weinig dropouts. Want op hotspot ligt die vlakbij en de wifi is snel en het internet is glasvezel. Dus nou ja, dat kan wel erg misgaan. Hè? Right. Niet zoveel te melden. Ik zat eens een keer in de check, dus ik denk, nou, laat ik eens even de start onder aanzetten, kijken of er nog wat belangstelling is.
Heel vroeger heb ik de dienstbelronde wel eens geleid vanuit een hotelkamer. Toen ik in Duitsland zat. Maar dan praten we wel heel erg lang geleden, hè? Ja, dus, maar goed. Hij is er weer. En het is wel, wel leuk om af en toe die start te activeren, hè? Ja, dat lijkt me wel. Dat lijkt me ook wel een goede zaak. Verder niet zoveel in de melk te brokkelen, eigenlijk. En er werd even gesproken over hotspot-repeaters. Nou, de repeater van Meppel is in principe weer opgetuigd door Dennis. Alleen die moet nog een keer neergezet worden. En we hebben een paar repeaters te veel staan bij Bertus. Of eigenlijk tegenwoordig bij Peter, dat is zijn zoon. En die repeaters die houden elkaar een beetje aan de praat. Hè? Dus dat stoort wat op elkaar. Dus er zijn nogal de nodige experimenten en onderzoekers geweest om te zorgen dat de storing niet groot wordt. Dus ja, de DMR-repeater staat wel aan. En die star staat er nog niet weer terug. Maar het zou mooi zijn als die ook weer een keer een plekje krijgt daar. Hè? Dat kan alleen de activiteit hier in het noorden maar weer wat verhogen. Maar ik denk niet dat gas op de... de repeater kan bereiken, daarvoor moet er echt een repeater ergens in de buurt van in Midden-Drenthe staan. Hè? Ik weet nog een locatie daarvoor, ga je. Goed, microfoon retour, PA6E van PA3ANG. Naam is Johan, kunt u huis volgen voor degenen die het nog niet wisten. Even vlug een vraag. Bij al die repeaters die er zijn, zit daar ook een D-Star repeater bij? Nee, dat is dus het probleem. Die is wel weer helemaal opgekalefaverd. Alleen hij staat er niet. Dus er is wel een machtiging voor. Maar we hebben de D-Star repeater er niet staan. We hebben wel DMR en FM en 23 centimeter. En de NON staat er ook. De hele handel, .ATV. Maar helaas geen D-Star. Over. DMR, ik zou meteen vragen, wordt DMR genoeg gebruikt? Het wisselt die twee andersom. Want volgens mij gaat het naar Gasselte wel goed, hè, Meppel. Dus dat zou voor hem een oplossing zijn. Ja, maar goed, dat kunnen jullie zelf het beste uitvechten. Maar als het beschikbaar komt, dan zou dat wel mooi zijn, ja. Want dan kan ik met hem ook praten. En hij wil echt niet in de terminal mode. Hij werd helemaal boos toen ik erover begon. Ik zeg, nou, ik heb hier ook een stick, die kun je wel gebruiken. Dan kun je met Blue Diff... Nee. Dus het is wel een... hoe zeg je dat? Hij zit met Danny op één golflengte in elk geval, hè. En zelf een repeater bouwen, dat gaat hij vast ook niet doen, hè. Het is meer iemand die op de middengolf zelf bouwt. Dus alles legaal overigens, hoor. Maar goed, ja. Ja, even voor PA7MB. De ronde die is sinds juli offline geweest. En vorige week ben ik weer opnieuw begonnen. Ik had in juli wat, ja, achteraf niet heel spectaculaire gezondheidsproblemen. Maar ik heb het om die reden wel een tijdje heel erg rustig aangedaan. En ik heb behalve het echt noodzakelijke werk, heb ik alles een aantal weken aan de kant geschoven. Waaronder de ronde. En toen ik dacht van, nou, ik ga de ronde maar eens weer opstarten. Ik heb ook nog naar een vervanger gezocht die mij tijdelijk kon vervangen, maar dat lukte niet. En toen ik dacht van, nou, ik start het maar weer op, toen was het zo stil op die start. Ik dacht, ja, dat gaat niet werken, hè. Het is een tijd heel erg rustig geweest. En nou ja, sinds een paar weken trekt de activiteit aardig aan. Ik denk, nou ja, dan moeten we eens kijken. Dan gaat het vast wel weer lukken ook, hè. En dat blijkt. PS7MB, de D-Star-ronde. Papa Alpha 6 Echo. Deze verdachte hebben we niet meer aangetroffen. Nog eens een nieuwe poging. PA7 van Mike Bravo, PA6 Echo. Van mij terug af, ja, Mike, ik pak hem maar even. Zal wel goed gaan, hoop ik. Ik heb vanavond nog even naar 918 kilowatt geluisterd, hè. En toen hoorde ik in kwestie de zendersluiting aankondigen. Dus om 9 uur ging de schakelaar om. Dus ik heb nog net een plaatje mee beluisterd. Ja, dat doe ik dan via de web-SDR van Hans EBC.
Oké, dat zou kunnen. Er is wel eens over gesproken om de DMR eruit te halen en te vervangen door de D-Star. Maar ik denk dat zowel D-Star als DMR wordt zo ontzettend weinig gebruikt hier in de omgeving Zwolle Meppel. Dus ja, ik zei op een gegeven moment tegen Dennis van nou, misschien is het einde experiment, hè, einde oefening. En ik kan daar vanuit huis natuurlijk wel over werken, maar ja, dan ben ik de enige. Er zijn iets van 3 of 4 anderen die erover werken. Heel incidenteel hoor je een paar rare calls. Maar verder is het, valt het heel erg tegen. Hè? Maar ja, goed, dat weten we van al deze DV-modus dat het geval is. Goed, ik ga nu weer los. Ik luister de ronde mee en een prettige avond van PA3ANG. Ik hoor ook inderdaad niets meer hoor, van Papa Alfa 7, Mike Bravo. Helemaal niets meer. Ja, maar we zijn er nog wel. Ik denk dat je even dubbel zat, Mike Bravo. Johan was in de lucht en het zou kunnen dat jullie gelijk ingeschakeld hebben of dat er iets anders was. En Johan is PR3ANG, hè? Ja, Johan, ik heb geen idee hoe vaak... Theo spreek ik heel vaak. Ook al vanwege dat radiopraatje wat ik bij hem hou. Maar, het is wel grappig, want ik ben in die regio geboren. Dus dat geeft ook wel wat extra... We begroeten elkaar ook altijd met mooie. Nou ja, hij vaker dan ik. Maar in de regio... De regionale begroeting, hè? En ik moet... Mooi. Ja, dat is wel grappig, want de vriendin van mijn oom, mijn oom en mijn moeder leven niet meer, maar de vriendin die kon dus geen Nederlands. Die kwam uit de regio, ja, ergens onder Denemarken vandaan. En mijn moeder die spreekt geen Duits en zij sprak geen Nederlands. Maar in dialect ging dat perfect, hè. Die konden elkaar absoluut goed verstaan, dus dat was wel grappig. En in dat hele dialect daar spreekt, dus daar roept iedereen altijd mooi of moin. Dus zelfs iemand meer in het zuiden in Duitsland, dan zeggen ze moinsen. Maar het is een groet die tot bijna bij Berlijn aan toe gebruikt wordt, hè. Dus, maar goed, in ieder geval. Ik heb zelfs nog een stukje Drents gesproken, ergens in een uitzending toen ik het hierover had. Maar dat, ik moet echt tussen de Drenten inzitten een paar dagen en dan komt het wel weer boven. Hè? Maar mijn eerste woorden heb ik in Drents gesproken, dus dat is ook wel grappig. Nee, maar ik denk dat Theo er wel overheen werkt. Ik denk dat ik nog wel 2 mensen weet die de repeater ook wel zouden gebruiken. Maar dat zal niet op heel intensieve basis zijn. Maar ik denk dat Theo wel graag vaak zou willen kunnen spreken. Dus dat zou wel handig zijn. Want dat, ik denk dat ik die om de paar dagen wel zou spreken waarschijnlijk. Dus, maar om daar nou die repeaters ook weer helemaal voor uit te bouwen, dat is ook weer zo wat. Maar als jullie dat toch overwegen, dan zou ik zeggen, doe dat. Goed, microfoon naar Mike Bravo, want ik vrees dat van jou de doorgang de mist in gegaan is. PA7 Mike Bravo van Papa Alpha 6 Echo voor de D-Star-ronde. Ja, Papa Alpha 6 Echo, PA7 Mike Bravo, het groepje. Ja, ik zat toevallig net even een kroketje te eten, John, dus vandaar, hè. Nee, maar ik hoorde inderdaad niets meer, hè. Dus vandaar dat ik, even riep, hè. Dus ik hoorde ook nog een andere amateur zeggen van, het is stil. Dus ik denk, misschien gaat er iets verkeerd met die reflectors, dus vandaar, joh. Maar nogmaals, leuk rondje vind ik dit, hè. En complimenten dat je dat gewoon zo volhoudt en dat wil blijven doen, hè. Zeker, John. Wordt zeker gewaardeerd vanaf deze kant, hè. En als ik bij machten ben, dan blijf ik me ook gewoon inmelden in dat rondje, John. Ook wat ik net al eerder zei, dat gegevens uitwisselen over die hotspotjes, het programmeren, et cetera. Dat is ook leuk, hè. Dus vandaar, joh. Ik geef hem even snel terug naar jou, want ik dacht dat er nog wel wat gegraderd waren. En ik luister verder vrolijk mee, John. Top half, 6 Echo, PA7 en B, het groepje. Ga je gang. Ja, Rotsi, je moet eigenlijk 3 seconden pauze laten, maar ik doe dat zelf ook niet. Ik ben te ongeduldig om dat goed vol te houden. Ik doe wel mijn best. Daar is wel een reden voor. Het is zo dat niet alle repeaters en hotspots vallen heel snel af. En als je dus inschakelt voordat alle
alles van de reflector af is. Dan doen die repeaters die er nog niet vanaf zijn, de hotspots en de repeaters, die doen niet mee. Dus daar blijft het gewoon stil. Het is niet altijd te voorkomen dat dat gebeurd is, of dat dat gebeurt bedoel ik, omdat er dus een tijdje tussen zit. Dus er is een bepaalde tijd waarin twee mensen tegelijkertijd kunnen inschakelen, zonder dat ze van elkaar kunnen weten dat ze dat doen. En daardoor gaat het soms mis. Als je gaat call sign routen gebeurt het niet, maar het is het nadeel van het reflectorsysteem en ook van het trage afvallen. Dus ja, dat is echt de reden. Dus het is zo dat het beste is wel om die pauze te laten, maar je voorkomt daar niet mee dat het soms toch verkeerd gaat. En daarbij is het zo dat er drie reflectorsystemen aan elkaar hangen. En het is zelfs mogelijk dat, wat waarschijnlijk net ook gebeurde, omdat je tijdens dat Johan aan het woord was, iemand anders gesproken hebt, of gehoord hebt in ieder geval, dat dus niet al die reflectors meedoen. Dus ik zat op dezelfde reflector als Johan te luisteren. En jij op dezelfde reflector als het station wat jij hoorde. De drie reflectors 007, 088 en 204B, die hangen aan elkaar gekoppeld. En die koppeling die is ook niet altijd even stabiel. Dus daar kan het ook misgaan, dus dat je mensen niet hoort. Het is een beetje wat bij D-Star hoort. Maar goed, D-Star is bedacht door Japanse radioamateurs. En opgepakt door een bedrijf als Ecom en ook Kenwood. En er zijn een aantal andere fabrikanten, dus DV Mega, die er ook spullen voor maken. Maar het is gewoon een open standaard. Wat het leuke is wel dat heel veel amateurs er allerlei bijdragen aan geleverd hebben. Hè. De mensen die de reflectors en de netwerken gemaakt hebben. De mensen uit Luxemburg die de XLX reflectors bedacht hebben. En dat is het leuke ervan. Dat maakt het ook heel ingewikkeld. Ik ben van plan, ik hoop dat dat lukt, om een website te maken waar een aantal van die dingen uitgelegd worden. Dat is dstar.charlychary, dus dstar.charlychary, daar komt die site op. Ik ga daar in ieder geval een verhaal over de historie maken van Dstar, want ook dat is eigenlijk niet heel goed beschreven. Hè? De ronde die is begonnen in mei of in juni 2008. En ik heb die zelf 2 jaar gedaan, tot 2010. In 2010 kreeg ik zakelijk wat moeilijke tijden. En toen heb ik ook alles wat tijd kostte, ben ik gestopt. Ik pak hem nog even terug. Momentje. Vervolgens hebben een aantal andere mensen die ronde overgenomen. En bijna 4 jaar geleden ben ik er opnieuw bij betrokken geraakt. Ja, 3,5 jaar geleden denk ik. Waarbij ik uiteindelijk het in mijn eentje heb overgenomen. Dus de oprichter die doet nu de ronde weer. De ronde is belangrijk voor het in stand houden van de activiteit. Dat werkt echt zo. Die ronde die haalt, ondanks dat het maar 1 keer per week is, mensen halen hun spullen tevoorschijn, bergen het niet op. En daarnaast is het wel heel erg handig als je vragen hebt over een hotspot of over hoe het werkt met bepaalde reflectors. Er is altijd iemand die het uit wil leggen. Hè? Al ben ik het zelf of iemand anders, maar dat gebeurt. Dus je kunt dat, met dat soort vragen hier gewoon terecht. En dat is eigenlijk best heel belangrijk. Maar ik wil dat D-Star toch een beetje in de vaart der volkeren. in ieder geval dat niet ineens alle repeaters weg zijn of zo. Hè? Want je ziet nu dat er getwijfeld wordt over Meppel. En dat gebeurt bij meer repeaters. En dat is als het inderdaad wat rustig is of zo'n repeater wordt weinig gebruikt. Is er ook in Groenlo geweest trouwens. Hè? Waarbij Norbert toch geregeld een jaar geleden twijfel uitte of die repeater nog wel zou voortzetten. En dat is nu een van de drukste repeaters van het land. Dus ik bedoel, het gaat daar echt heel goed. Dus dat kan ook gebeuren. Hè? En het is in dezelfde uithoek. Ik wil niet schelden. Maar dat is toch in hetzelfde dunbevolkte centamateurgebied van het land als Meppel. Hè? Goed. Maar goed, ik hou op met een lans te breken daarvoor. Ik ga nog eens even kijken of... die is er zeker nog, want die zie ik ook op de chat. PH2X, de microfoon. Je had nog meer noten op zang, zei je net. Van Papa Alpha 6 Echo, voor de D-Star ronde. Ja, even met de 3 seconden in acht nemend. Ja, ik probeer... Ja, ik ben er. Ik probeer op de chat ook wel een beetje mee te doen. Maar goed, nee, ik had een vraagje, John. We zitten nou mooi in deze ronde, ook hier, lekker in Nederland. Maar hoe
kan je nou een keer meedoen met een buitenlandse repeater? Hoe stel je het een en ander in? Want ik heb bij mij die overkomst, ik vul dan in server DCS007. Maar stel, ik wil met iemand in Amerika praten. Wat moet ik instellen, John? Want daar weet ik nog helemaal niks van. Ja, een lang verhaal. Wat je precies wilt is ik zou een Amerikaanse reflector nemen, niet een repeater. Veel mensen weten dat niet, maar je kunt ook een repeater linken. Dus je kunt in plaats van aan een reflector kun je ook een repeater linken. Niet alle beheerders vinden dat leuk, want er zijn repeaters die heel weinig bandbreedte hebben. En je kunt het ook uitschakelen dat het niet kan bij een repeater. En ik heb bij mij op staan volgens mij op 300. Ik heb heel veel internetcapaciteit, dus voor mij mogen er 300 aan mijn repeater hangen. Het is bijna een soort reflector. Ik heb dat wel eens geroepen, als stel dat de reflectors uitvallen, dan mag je ook aan mijn repeater linken allemaal. Maar goed, dit is, voor sommige hotspots is het lastig, omdat bij niet allemaal wordt mijn call van mijn repeater daarin geüpdate. Dus sommige hotspot software doet het volgens mij ook niet. En je moet een poort openzetten in sommige gevallen. Maar goed, dat tezijde. Ik zou als je in de VS bent en je wilt mensen hier spreken, of ergens anders waar ook ter wereld, tik in Bravo 88 Bravo, B88B met DTMF, en je hangt aan XRF 088B. Eigenlijk is het wel handig om van tevoren even na te gaan welke reflector die repeater standaard aanhangt. Want het is wel beleefd om als je klaar bent die repeater weer terug te zetten op de reflector waar die normaal thuis hoort. Dat is wat lastiger, want dan moet je bedenken hoe je daar weer dan naar terugkomt. Maar goed, in het algemeen, de meeste repeaters gaan binnen een kwartier terug als ze niet gebruikt worden lokaal naar de huisreflector. Dus echt super erg is niet. Die van mij die doet daar 3 uur over, omdat wel eens 's nachts mensen naar Amerikaanse stations luisteren hier. En dan wil ik niet dat ze iedere kwartier opnieuw moeten linken of even de microfoon in moeten knijpen. Dus die van mij blijft er langer aanhangen. Maar in principe is dat het recept als je ergens anders bent. Maar als je dan een andere repeater, nou, een drukke reflector is een reflector, of is REF, Romeo Echo Foxtrot, dat is een D-plus repeater, 001 Charlie en 030 Charlie, REF 030 Charlie. Dat zijn hele drukke reflectors. Is wel een beetje een probleem, want laat je hotspot er niet langer dan 24 uur aanhangen. En liever niet langer dan 1 uur of 3, want die beheerder die knikkert je eruit en je komt er nooit meer in. Correspondentie wordt niet beantwoord. Dus ik snap dat wel een beetje, want zij betalen de dataverkeer. En aan die reflector van hun hangen gewoon 600-700 repeaters en hotspots. Dus dat zijn toch kosten die ertoe doen. En dat zal vast wel her en der gesponsord worden, maar ze proberen dat toch in de hand te houden. Ik vind niet dat je iemand levenslang kunt blokkeren op basis van 1 vergissing. Maar goed, dat doen ze wel. Maar het is wel leuk om daar te luisteren. Ik pak hem even terug. En ja, ik denk dat het makkelijker is om je in een mailtje uit te leggen hoe je dat moet doen dan hier. Omdat ik allemaal dingen moet spellen en ingewikkeld. Je kunt via het UR-register van je porto, waar normaal CQ staat, kun je ook schakelen. En als je die omzetting naar DTMF-tonen niet weet, is dat waarschijnlijk de makkelijkere methode. Maar dat leg ik in een mail wel uit of in de chat, dat zien we nou wel. Ik kijk nog even of AHI niet toch opgedoken is. Roland, was je er? Ik moet niet Ronald zeggen, of niet Arnold zeggen, of Roland. Ik ben altijd met die 3 namen de war, maar het is Roland. Was je er nog, Roland? PA3 Alpha Hotel India, de dieselronde, PSS Echo. PA2 SNK. Ik denk dat Roland er niet is. Dat mag jij voordringen, Danny. Ga je gang. Ja, op dit moment wel even mobiel, want we moeten even de pijpsleutel afhalen van de zaken. Even eng, het is hier deel demonteren van de repeater. Hè. Dus, volgens mij staat er een heel mooi verhaaltje met wat tekst en uitleg op B-Star Limburg. Hè. Dat is van Jacques, PC4W. Ik weet niet of die site nog in de lucht is, maar daar staat best wel veel informatie op. Ook over het linken van reflectoren, et cetera. Er staat er iets van bij, dus dat is misschien wel handig om dat eens even te bekijken en te bezoeken. Hè?
Ik heb trouwens ook nog een heel verhaal, heb ik een keer aan een collega amateur getypt op de mail. Dat ging zo te binnen. Kan ik wel even naar je toesturen, John. Hè? Misschien heb je daar wat aan voor het andere station of in het algemeen. Hè? Die begon ook met niks. Dus ik heb het hem maar, nou ja, zo goed mogelijk geprobeerd uit te leggen. In dit geval ging het wel om de 9700, maar het verhaal slaat natuurlijk op alle setjes. Hè? En ja, het is makkelijk om wat dingen voor te programmeren in een setje. Dat schakelt het makkelijkste natuurlijk. Hè. Dat heb ik bij dit ding bij 4100 ook gedaan. Er staan de reflectoren die staan erin geprogrammeerd in het UR-veld aan. En zo schakel ik dat. Hè. Dat net zo makkelijk. Maar ja, dat is wel even leuk om even te gaan bekijken. D-Star Limburg geloof ik dat het heet. Hè. Als je dat googelt, dan kom je wel tegen. Dus dat wou ik even in de groep gooien. Luister ik heel eventjes uit nog en dan stap ik er even uit. Hè. Zal ik even kijken of ik een passende pijpsleutel kan vinden op de zaak. Want dat is wel wat een rommelen met een punttang. Maar ja, dat gaat allemaal niet. Hè. Ik zit wat verzonken, dus dat wordt een gevecht wat dat. Ik denk, ik stop daarmee. Hè. Dus ik luister heel even uit en dan ben ik zo even eruit. Maar ja, 2SNK mobiel. Roetje van Limburg wist ik niet. Ik weet wel dat mensen in Amsterdam en Almere, de nodige info hebben staan. Ik heb daar nog niet naar gekeken, maar dat ga ik zeker nog doen. Ik wil ook niet andere sites beconcurreren ofzo. Ik wil alleen maar zorgen dat er ergens een plek is waar dingen staan. We hebben recent meegemaakt dat met een TH74 iemand echt na 5-6 weken bezig was voor elkaar. Dat is iemand die het zelf niet kon instellen, tenminste niet makkelijk, omdat hij blind is. Dus hij kan wel een hoop met die porto, want die porto die ondersteunt een aantal zaken die hij gesproken zegt, maar toch weer niet dat soort specifieke dingen. En ja, er is nog een andere amateur die ook vreselijk aan het zoeken is om het allemaal ingesteld te krijgen. En wat ik dan wil doen is kijken of we dus die oplossing die mensen vinden uiteindelijk, of die dan niet ook op die site kunnen. Hè? Ik zou er bijvoorbeeld ook de verslagen, de loglijsten van de ronde nog op kunnen zetten uiteraard. In een apart hoekje. Microfoon naar Rob, PD1 November Whisky. Die ik vrolijk zie praten over de SRH999. Een van de betere portabel antennes. Maar breek je SMA connector niet af, want dat gaat heel makkelijk met dat ding. Dat ding is hartstikke zwaar. PD1 NW van Papa Alpha 6 Echo voor de D-Star ronde. Ja, even de 3 seconden regel. Ja, nee, ik heb die, wat weet je dat ding, van het merk. Van Diamond. Maar die portofoon, ik moet echt boven gaan zitten, dan wil ik wat horen. En maar voor de rest, ja, weet je, ja, ik heb dat ding natuurlijk gekocht om ook niet de hele tijd in een check over te gaan zitten. Maar beneden in de huiskamer ontvang ik eigenlijk heel weinig. Dus ik denk, nou ja, misschien kan er nog wat met antenne gedaan worden. Maar er zit nu zo'n sweep antenne op van Diamond. En dat is denk ik degene die, want die gaat altijd ook al over. Die SRH999. Maar ik dacht, misschien is er inmiddels weer wat iets nieuws uitgevonden, John. Dus vandaar de vraag in de chat. Nou, die 999 is de beste antenne die ik gezien heb, voor 70 centimeter tenminste. En ook voor 50 megas is die erg goed. Ondanks dat hij heel klein is, vergeleken met de golflengte. Maar op 2 meter heb ik hem nooit geprobeerd en op 23 ook niet. Maar 70 centimeter is dat maakt echt veel verschil met wat voor antenne ook. En de andere die vrij goed is een SRH24. Maar het vervelende van dat soort vrij lange antennes is dat die voor binnen niet zo goed zijn. Dat maakt uit. Je hebt daar heel veel reflecties en dat ding dat geeft behoorlijk wat versterking. Maar voorwaarde daarvoor is dat het signaal niet terugkomt op de antenne. Je niet allemaal objecten in de buurt hebt. Of dat die antenne niet bijvoorbeeld enigszins scheef gebogen is of zo. Dus je kunt beter. Wat ik hier heb is een SMA-209. Dat is ook een heel aardig antennetje. Daarbij breekt je SMA-connector nooit af. Want dat ding dat is als een vlakgum zo flexibel. Die zijn heel populair momenteel. De SMA-24 van Comet.
En dit is een SMA 209. De 24 is een ding met wel redelijk wat versterking, maar niet gestekt. Dus daar heb je minder last als die zwiept en scheef hangt. Maar voor binnen is het ook vrij onhandig, zo'n lang ding. En ik denk dat je binnen er niet zoveel voordeel van hebt. Dus je kunt beter daar een, ja, wat je ook kan doen is een simpele kwartgolf nemen. Hè. Die is 17 centimeter of 70. Ik heb hier zo'n ding van Jezus, die volgens mij, die werd bij een apparaat meegeleverd dat alleen voor 70 was. Daar zit gewoon een rubber dukje van 17 centimeter. Dat is een kwartgolf. Ja, dat is vrij optimaal. Halfgolf is beter. Om meerdere redenen. Maar goed, als je een kwartgolf hebt, dan is je hand namelijk belangrijk. Hè? De capaciteit tussen de porto en je hand. Dus op tafel met een. Als je op tafel met een Bluetooth ding werkt. Als je dus het ding op tafel legt met een Bluetooth microfoon. Met een kwartgolf werkt het dan niet goed, omdat je geen tegencapaciteit hebt. En bij een halve golf gaat dat waarschijnlijk wel goed. Dus die heeft gewoon minder tegencapaciteit. Nou, die porto is wel voldoende als tegencapaciteit voor zo'n antenne. Hè? Maar ik twijfel of een lange antenne veel voordeel heeft als je binnen werkt. Buiten wel. Dan maak je het zeker. Probeer het uit. De originele antenne van de porto en een SRH999. En je staat verbaasd. Het maakt 7, 8 dB uit. Hè? Dat scheelt echt veel. Dat is echt goede antenne. Dat ding hebben ze heel goed gemaakt. Met name op 70. Dus tenminste, ja, 2 meter weet ik niet. 23 ook niet. Maar op 70 is dat echt een. En ik heb die ervaring heb ik van meer mensen gehoord. Hè. Dus. Maar de originele antenne van een porto is waarschijnlijk voldoende voor binnen. En anders inderdaad een SMA 209 of iets dergelijks. Hè. Ik heb nog zo'n klein vingerhoedje van Diamond. Ik pak hem nog even terug. SMA 209 is 6 of 7 centimeter lang. En van Diamond heb je nog zo'n heel klein ding. Die is ook nog wel, zeker voor die lengte, ook op 2 meter zelfs. Het is niet dat hij het heel goed doet, maar voor de lengte, dat ding is maar 3,5 centimeter lang of zo. Hè. En ik heb zo'nzelfde heb ik een keer, dat was wel belachelijk. Ik heb die lijkt sprekend op dat ding van Diamond. Die ding van Diamond doet het ook op 23 centimeter. Maar ik heb een keer voor $2... twee retrovis antennetjes gekocht via AliExpress. Dat was $2 inclusief verzendkosten. En als je dan kijkt wat dat ding van Diamond kost, is die €40. Maar ik had er twee voor €2. En die is goed. Voor 2 meter en 70 centimeter. Echt een heel klein dingetje. Maar die heeft voor de meeste Japanse porto's de verkeerde aansluiting. Dus dan kun je wel meer met een verloopstukje doen, maar dan wordt die weer langer. Maar goed, nogmaals resumeren, dus een lange antenne voor binnen zou ik niet doen. Of in ieder geval kijken of je er voordeel van hebt. En waarschijnlijk maakt het niet veel uit met een korte antenne. Microfoon naar Fred, PD7PF. De die is daaronder. Dit is Papa Alpha 6 Echo. Ik denk dat Fred er niet is. Even kijken, wie is de volgende? Ja, Danny was aan de beurt, maar die heeft hem net gehad. PR3 ANG. Johan, ga je gang. Van Papa Alpha 6 Echo. Ja, oké, prima. Even kijken of ik mezelf uit kan zetten hier, want ik heb hem op de model van de open spot staan. Ja, nou, ik krijg alles soms goed mee. Ik zit een beetje te koekeloeren en te kijken waar alles gebleven is. Hè. Of er überhaupt nog fusion is. En ik zie heel veel reflectors en wel en niet. En nou, het is allemaal een beetje onduidelijk, hè. Ik heb geen idee waar iedereen gebleven is. Wat dat betreft ben ik iets te lang uit geweest met de hele DV-modus. En DMR, dat werkt natuurlijk. En dat... dat betekent ook als ik in het buitenland was, dan kan je altijd wel linken en zo. Dus dat is niet meer zo spannend. Maar ja, dat is dan via brandmeester. Hè? En er zijn natuurlijk ook nog andere systemen. Maar er zijn eigenlijk ook een paar systemen naast elkaar. En ja, wat je al zei, hè, er wordt natuurlijk allemaal aan elkaar doorgelinkt. En dat geeft wel wat instabiliteit aan het net. En nu zat ik even te kijken en dan zie ik dat er fusion reflectors... Peanut en nou, wat hebben we allemaal van PR7 LIM wel niet gekregen. Dat, ik ben een beetje de klut kwijt, hè? Of de draad kwijt. Dus we moeten maar weer eens even induiken wat interessant is om nog wat mee te doen, hè?
En ja, die andere modus, dat is ook nog wel M17 en P25. Nou ja, je kunt ze natuurlijk niet opbranden. Maar we zijn elkaar allemaal een beetje kwijtgeraakt, heb ik de indruk, hè? Dus dat is dan wel, dat is dan wel jammer, moet ik zeggen. Wat wou ik anders zeggen? Oh ja, dat, sorry, dat Diestar Limburg, dat is er inderdaad nog. Dus Diestar Limburg, en daar staat, daar heeft Jacques met, ik neem aan met een paar andere mensen aangezien informatie opgezet, hè. Dus, dat is best wel de moeite waard om even te googlen op Diestar Limburg, en dan kom je op een blogspot uit. Een Google blogspot met, allemaal informatie. Goed, nou, verder niet zoveel. Ik ga weer, aan de zijlijn. En ik blijf nog mee luisteren op de achtergrond. Dat kan ook zijn dat ik nog even naar beneden moet naar links willen. Die zit er ook nog steeds. PA1, wat is je roepnaam tegenwoordig? Maakt het allemaal ingewikkeld, hè? PA6E van PA3 ANC. Dat was hem. Hoi. Ja, ja, PA6 Echo. Met de E van experimenteel. Want het is ook de vereniging van experimenteel radioonderzoek, hè? Nee, wij zijn allemaal dus experimenteel. Dat wil ik wel benadrukken. Ja, het leuke van M17 is dat die reflectors allemaal geschikt zijn om, die M17 reflectors, om ook aan DMR en aan DISA te koppelen. Dus daar zit dat inherent ingebakken. Dus ik heb een hotspot op 70 centimeter, hè, met een bereik van een kilometer of 20 of zo. En ik heb op 2 meter heb ik een analoge repeater. Dat is ook echt een repeater. En ik wil die eigenlijk wel dual mode maken. Nee, niet explosief. PA6 explosief. Nou ja. Ik wil die eigenlijk wel dual mode maken. Omdat ik wel erg geïnteresseerd ben in dat M17. Ik weet dat hier in de regio al een paar mensen zijn die daar spullen voor hebben. Die hebben zo'n DM380 omgebouwd. Niet iedereen heeft ook de hardware wijziging gedaan. Maar die firmware die ziet er echt heel mooi uit, hè. Dus ik heb gewoon te veel te doen momenteel. Ik heb een aantal projecten waar ik mee bezig ben, ook zakelijk. Ik doe weer aan ontwikkeling van apparatuur momenteel. Dus ja, daar gaat ook wel veel tijd in zitten. Dat is wel lastig als je werkt. Maar goed, ik hoor altijd van mensen die met pensioen gaan dat ze helemaal geen tijd meer hebben. Dus ik denk dat het bij mijn eigen wijs, dat klopt wel, ja. Ze zijn allemaal op die PA6E aan het dingen. Nou ja, ze. Het is er maar één die aan het denken is. Maar even zonder gekheid. Kijk, ik denk dat dat ook de toekomst is, hè. Dat reflectors als bridges werken. En je ziet dat internationaal wel. Er zijn een aantal van die hele grote bridge systemen in de VS en in Australië met name. En daar hangt dan Allstar aan en Echolink en DMR en D-Star. En de kwaliteit ervan. En ik heb zelf ook zo'n ding werkend gehad een tijdje tussen D-Star en FM. De kwaliteit is zodanig dat je op mijn FM-repeater niet hoort dat mensen via D-Star zitten, hè. Zo goed is de geluidskwaliteit. Beter dan wanneer je een D-Star transceiver hebt zelfs. Dat komt omdat er een beter amberchip in zit. Maar ik denk dat we daar naartoe moeten, naar reflectors die al die modus doen, want dan maakt het allemaal geen worst meer uit, hè. Maar of je dat nou op de landelijke reflector moet doen, ik weet dat er veel mensen twijfel hebben bij zoiets. Ik denk dat je dat niet moet doen, maar ik denk wel dat dat de toekomst is. Die systemen, ik zit geregeld op dat soort systemen, bijvoorbeeld Do Drop In is een bekende, hè, die is ook helemaal dynamisch. Die herconfigureert voortdurend. Als er weer een andere ronde begint, dan zijn er rondes die in een specifiek gebied spelen. En dan worden die repeaters in dat gebied gekoppeld. Ik pak hem nog even terug. Ik denk dat de toekomst is, want dan vind je elkaar ook weer. He, dus dan maakt het dus niet uit als in een regio. Want ik krijg wel eens een vraag van mensen, ja, welke digitale mode moet ik nu nemen? Ja, dan zeg je, nou, ga je eens kijken, wie wil je spreken, waar zitten je vrienden op? Zoek dat uit, want het maakt in kwaliteit ontloopt het elkaar niet zoveel. Maar het maakt wel uit of je de mensen te spreken krijgt die je wil spreken. Nou, als er in één regio D-Star populairst is, en in een andere regio is het DMR of Fusion of M17 of NXDN of wat ook, maakt niet uit. Je kunt elkaar altijd vinden. En dat is waar we naartoe moeten. En ik weet dat, daar ben ik zo'n kolf kwijt, maar diegene die het reflectorsysteem, die zitten bij jou in de buurt ook, in Emmen volgens mij. Nou, zeg,
panel. Rob is het? Volgens mij wel. Maar die heeft het echt heel mooi gemaakt. Met ook allemaal koppelingen. En niet alles daarvan is openbaar. Er zijn allerlei koppelingen die er ook nog bestaan. Die niet uitgebreid publiceert. Maar dat heeft hij wel verdomd goed gedaan. Dus dat is wel heel leuk. En volgens mij snapt hij ook heel goed waar het in de toekomst naartoe gaat. Hè? Dus dat ingewikkelde schema van hem, wat jij volgens mij nu aan het bekijken was. Dat met allerlei vertakkingen erin. Ja, dat is wel een beetje de toekomst waar we heen gaan. En in Engeland hebben ze een paar jaar geleden geroepen van nou, wij willen eigenlijk... Aha, VE3MMX, dat zegt me even niks, maar... Het gaat om een gecombineerde repeater met van alles. Maar als je alles op één repeater combineert, dan is het resultaat dat het voortdurend op de drukste staat. Hè? En dat mensen die dus in een regio iets met een mode doen die niet altijd waar die repeater niet altijd op staat, dat die dan een beetje benadeeld worden. Dus daar ben ik wel zelf wat bang voor. Ik wilde eigenlijk mijn hotspot ombouwen naar meerdere modes. En dat is eigenlijk ook wel een beetje waar ik bij de FM-repeater, die niet veelvuldig gebruikt wordt, maar vooral door mij voor experimenten, maar waar ik daar ook een beetje benauwd voor ben, dat dus de digitale mode dan de boventoon gaat voeren, dat ding duidelijk ook als FM bedoeld is. Hè. Ja, of ik zou er nog één naast moeten zetten, wat niet helemaal uitgesloten is. Een derde repeater, maar dat is nog ver weg voordat ik dat zou gaan doen. Maar dat is het nadeel als je een repeater hebt met meerdere modus, dan als hij op 204 staat, waar het in het verleden, ik weet niet hoe het nu is, maar waar het in het verleden altijd heel druk was, dan staat hij altijd op toch groep 204, hè? En niet op D-Star en niet op Fusion. Dus ik ben er eigenlijk wel voor om dan zoveel mogelijk één repeater, één mode te hebben. Oké, maar het is een heel lang verhaal geworden. Ja, zo lang zelfs. Ik pak hem heel kort terug. Een multimode repeater, dat werkt voor geen meter, hoor. Wel, dat werkt wel. Maar alleen voor de dominante mode. Volgens mij was PA7MB aan de beurt. Die krijgt de microfoon in elk geval. Dit is Papa Alpha 6 Echo. Ik zag Whisky Victor Echo, die heeft misschien PA7MB weggedrukt. Maar ik weet niet of het een ongelukje was de microfoon indrukken. Maar ik noteer erbij. Ik krijg de microfoon van PSS Echo. Ja, oké, prima John. Papa Alpha 6 Echo, het groepje PA7MB. Ja, oké, prima. Ik denk ook dat ik zag hem ook voorbij komen. Dus ik denk dat het een beetje gelijkwaardig gingen. Dus vandaar, joh. Ik luister verder. Ik ben op de achtergrond ook nog even wat dingetjes aan het doen. En ik wil die alvast bedanken met het leiden van de ronde, John. Ook net nog wel bedankt voor de uiteenzetting omtrent het hele D-Star gebeuren. Wanneer het allemaal zo'n beetje begonnen is. Dat vind ik ook zeer zeker leuk om te weten. Hè. Dus nogmaals dank voor je uiteenzetting. En ik ben er gewoon volgende week donderdag ook weer bij. Dus dan meld ik me wel weer in. Hè. Microfoon even terug naar jou. En probeer jij dat andere station er dan maar even uit te roepen. PA6 Echo, het groepje. Onder dankzegging van Papa Alpha 7 Mike Bravo. Hè. Ga je gang, hè, John. Ja, Rotje. Ja, ik weet dat ik in de vakantieperiode een keer één inmelder had. Volgens mij was het Steven, PD9. Nou, ik was een call even kwijt. Ik heb hem pas nog gesproken. En dat was toen het enige tegenstation. En ik was zo verrekte blij dat zo was. Want er was vakantieperiode en er was verder niemand. En drie kwart jaar later waren er meerdere rondes die ver boven de 150 inmelders trokken. Echt. We begonnen om half tien s'avonds in die tijd, dus niet om half negen zoals... En dat was op dinsdagavond. En dan iedereen kreeg de microfoon en die mocht dan kort vertellen waar hij woonde, zijn naam en de apparatuur waar hij mee werkte eventueel. En dan was de volgende aan de beurt. En iedereen kreeg één keer de microfoon en dan waren we om half twee klaar, hè. Zo druk. En het maximale wat we volgens mij een keer gehaald hebben was 204 inmelders.
En dus dat was echt, die Star was een tijd lang echt zo populair. En er was toen nog geen DMR. Dus ja, die was er wel, maar niet in Nederland, of eigenlijk niet in Europa bij amateurs. Ja. Oké, microfoon naar PH2X. Let op, PH2X. Dit is Papa Alpha 6 Echo voor de D-Star ronde. Ja, dankjewel, John. En ja, ik vond het nog even gezellig. Maar ik laat het ook hierbij. Ik heb verder geen stof meer. Ik vond het erg leuk om weer even mee te doen. Volgende week ben ik er niet bij. Dan weet je, John, heb ik zaalvoetbal. Dus ik ben er over 2 weken weer. We houden nog even contact via de mail over, aan de reflector hangen in het buitenland. Dat lijkt me leuk om dat even te horen. Was leuk, dankjewel voor het leiden van de ronde. En tot over 2 weken, John. Papa Alpha 6 Echo, Papa Hotel 2 XG. Roger. Ja goed, begrepen inderdaad van de intermitterende deelname. Dus 14 dagen, of om de 14 dagen bedoel ik daarmee, hè. Oké, eens even kijken. Ja, ik hou het nu kort. Microfoon naar Rob, PD1 November Whisky. De D-Star ronde, Papa Alpha 6 Echo. Ja, dank je, John. Ja, ik heb het van de antenne heb ik allemaal meegekregen. Ik ga eventjes proberen om die andere antenne die er eigenlijk oorspronkelijk op hoort, of dat misschien binnen dan inderdaad beter is. En maar goed, het is geen halszaak. Dus denk ik ga hem toch eens even vragen of er nog wat meer antennes zijn die geschikt zijn. Althans die de porter zeg maar wat meer effectief, tenminste dat je er wat meer geluisterd krijgt. Ik ga ook zo stoppen, John. Ik ben zeker volgende week weer van de partij. En ja, bedankt voor het leiden van de ronde, John. Mike Retour van Papa Delta 1 in November Whisky. Hartstikke goed. Ik ga even kijken of Fred misschien toevallig zo pas niet de mist in gegaan is. Dat zou natuurlijk kunnen. PD7PF, Papa Alpha 6 Echo. Oké, Danny, ben jij alweer thuis met die pijpsleutel? PA2SNK, die is daar ronde, PA6 Echo. Ja joh, ja, ik was er alweer. Hè. Ik heb uiteraard ook al omgewisseld. Nou, als je ziet dan wel even vijf draaien, hè. Dan kijken of 7-4 repeat er ook weer in de lucht krijgen zo. Hè. Ja, het is een nadeel, hè, maar repeat, dus je gaat ook wel een stuk. Dus PA2SNK. Ja, nee, inderdaad. Trouwens, de repeater van Groenlo, dat is een Fusion repeater die op DISA werkt. Dus dat is ook wel grappig. ja, ik denk, we zijn het rondje nu bij langs. Johan is nog een keer aan de beurt, maar hij had zich ook al half uitgemeld. Maar ik denk dat ik de ronde daarmee afsluit. We zijn een uur bezig. Het is gezellig en je moet het op het hoogtepunt afsluiten, denk ik. PA3 Alpha November Golf, de DISA ronde, PSS Echo. Ja, zo is het. Op het hoogste punt was het. ik heb even wat gespamd in je, hoe heet dat ding? In de ISR in de chat. Over die, ik kwam hem tegen, die Canadese, die is er al heel lang mee bezig en die weet precies wat hij doet. Dus het is eigenlijk grappig dat hij die combinatie allemaal maakt. Hè? Maar het is zeg maar min of meer bewaakt systeem. Dus als het echt fout gaat, dan trek die ergens stekker uit, denk ik. Goed, nou, verder niks te melden. Misschien tot de volgende keer. Het hangt er even vanaf, hè, waar ik uithang op donderdagavond. Maar donderdagavond is altijd weer een stuk makkelijker dan de dinsdagavond, hè. Dus wat dat betreft, goede keuze om naar de donderdag te gaan, John. Goed, we spreken elkaar. Is het via dit, dan wel via dat. En tot de volgende keer van PA3 Alpha November Golf. En iedereen een prettige avond nog verder. Roger. Nou, dan sluit ik de ronde hierbij af. Als het lukt, dan staat hij straks op YouTube. En anders morgen overdag. Goed. Allemaal hartstikke bedankt. Ik vond het erg leuk.
En ik waardeer het zeer dat er zoveel inmelders waren, ook op de chat. Dat is fantastisch. Bedankt allemaal. Tot volgende week. Papa Alfa 6 Echo. Papa Alfa 6 Echo van PDVVV. Ik had mij twee keer ingemeld, maar ik had ook niet veel te melden. Het maakt niet zoveel uit. Maar ik was even op de hoogte gesteld. Even kijken of ik niet dol zit. Volgens mij niet. Maar ik had graag nog even het e-mailadres. Misschien waar de chat te vinden is. Ik heb mijn belangstelling mee geluisterd. Bedankt daarvoor. Maar goed, ik was net op de hoogte gesteld. Dus ik wist niet van de honden af. Dus bij deze wel. Dus ik zal er volgende week ook bij zijn. In ieder geval hartstikke bedankt voor het leiden van de honden. En ik zie dan graag nog een mailadres waar ik mij aan kan melden of zo. Ja, ik, mea culpa, sorry. Ik had jou de microfoon willen geven. Ik heb je één keer horen inmelden en vervolgens besloten om je de microfoon te geven. En ik ben dat helemaal vergeten. Excuses daarvoor. En dat meen ik. Het mailadres dat staat in de user message bij mijn uitzending. Dus dat zie je als het goed is door het display heen komen. xapenstaatje.xdv.me. En daar ben ik op te bereiken. Ik heb ook een mailinglijst, daar kan ik je opzetten. Dan krijg je elke week een aankondiging met informatie over de chat. Maar die kan ik je sowieso toesturen. Als je mailadres op qrz.com klopt, dan zal ik die gebruiken. Het spijt me dat ik je niet meteen gehoord heb. En het spijt me zeker dat ik je, toen ik je wel hoorde, niet de microfoon gegeven heb. Dat is wel behoorlijk stom. PD5 Whiskey Victor Echo, Papa Alpha 6 Echo. Geen enkel probleem, John. Geen enkel probleem. Ik had toch verder even niks te vragen. Ik was door PA7 jullie het mic. Even de call kwijt. Die zei dat het inderdaad vanavond de honden was. Dus vandaar dat ik ook was even blijven hangen. Ik was nog even aan het werk. En althans, het werk. Ik was nog even bezig met administratie. En vandaar dat ik even lekker mee kon luisteren. Dus het is geen ramp. Ik heb wel wat vragen hoor, maar dat kan volgende week ook. En dat komt allemaal goed. Dus ik zal dus even de honden beluisteren. En het is even handig om te weten hoe je het best in kan melden. Want ik heb twee keer mijn call laten zien. Maar omdat ik eigenlijk niet wist, even gewoon ook even tussendoor open. Want ik was ook bang als ik mijn microfoon indruk, dan dat ik iemand anders zijn uitzending verstoorde. En dat gebeurde dus een keer. Waarvoor excuus. Maar dat is altijd lastig in dit soort digitale omgevingen over. Ja, ik laat vaak niet genoeg breaks. Ik ben nogal ongeduldig aangelegd en dat breekt me dan soms op. Hè. Maar je kunt niet voorkomen dat je dubbel zit, dus dat is ook bij inmelden is dat zo. Wat werkt, maar wat ik niet altijd opmerk, maar dan merken anderen dat wel op, is als je even kort de microfoon indrukt. Maar je kunt je ook gewoon tussendoor inmelden. Ja, en als het dan misgaat bij het station erop, ja, dat is zo. Je kunt dat niet voorkomen, hè, want er is een periode afhankelijk van hoe snel je de hotspot of repeater is die je gebruikt. Is er een korte periode van een halve tot anderhalve seconde, waarin je niet kunt weten of iemand anders op hetzelfde moment de microfoon indrukt, omdat dat signaal de reflector nog niet bereikt heeft. En pas als het signaal op de reflector is, schakelt de repeater en dat duurt ook nog even. En pas dan hoor je dat iemand anders aan het woord is. Dus je kunt dat niet voorkomen, maar het helpt wel om even te wachten inderdaad. Hè. Ja, je mag me elke door de week mailen als je iets hebt waar je niet uitkomt. Ik weet niet alles, maar ik weet wel vrij veel. Ook omdat ik me QRL-matig wel eens met D-Star bezighoud, zeg maar. Dus wat dat betreft mag je altijd mailen. En als ik doorgaans weet ik de meeste antwoorden gewoon vrij snel. En kan het ook anders vinden. Maar er zijn gevallen recent ook geweest waarbij ik het niet direct wist. Hè? Dus geen garantie. En ook de chat is de hele week door. Zijn daar gesprekken op. Dus daar ben je ook welkom. Ik stuur je zo direct een mailtje met informatie over de chat. Hey, bedankt voor het inmelden. En tot volgende week van Papa Alpha 6 Echo.
Ja, ik zie het wel, John. Papa Delta, 5 Whiskey, Victor Echo, hoor. En ja, duidelijk allemaal. Ik heb het mailadres ook opgeschreven. Het mailadres op qz.com klopt. Dus willen met pv5vv.nl. Dus dat is correct. Oké, nou hartstikke bedankt voor de uitleg. En ja, daarvoor had ik inderdaad ook 2 keer kort mijn microfoon ingedrukt, hè, om niet te veel te storen. Dus, maar goed, ik zal het proberen morgen of volgende week donderdag om 9:00 weer in te melden. Dus dan komt het goed. John, hartstikke bedankt. Fijne avond verder en tot de volgende keer. Van Papa Delta 5 Whiskey, Victor Echo. Roger. Hey, bedankt voor het inmelden, voor de verbinding. En ik stuur je direct, het mailtje staat al open. Ik stuur je direct de informatie toe. Tot sprekens, PSS Echo. En ik sluit. 73. Dankjewel, John. 73. Groeten. Bedankt voor de leider van de ronde, John van PNLUB. Goedemiddag Marcel, ook goede avond. Ja, de groetjes John, PA3 Echo, Groot-Lalva, PA3 Echo, Groot-Lalva. Dag Karel, hey, ook goede avond. Goedenavond. In bed heb de Openspot 4 besteld, de Pro. Ja, hij mailde ze pas. Ik zie hier nog een paar mailtjes van hem openstaan. Hij is toch over. Ja, ik had meteen al gezegd, dat kun je gerust doen. Want dat ding heeft, ook al kun je die software niet gebruiken, toch voldoende mogelijkheden over. Hè? Maar ja, hij wilde een goede, hoe zeg je dat, een goed overwogen beslissing nemen. Dat snap ik ook wel. Hè? Hij zou hem morgen al krijgen. Dus ik ben benieuwd. Ja, ik heb begrepen. Ik heb zelf, heb ik die Opensport 4 niet. Karel, je doorgang viel na 2 zinnen weg van PSS Echo. Ja, het is met de Openspot 4 zo. Zodra je hem aanzet, dan vraagt hij in welk land je zit. En dan vraagt hij om je netwerk, je wifi-netwerk en je paswoord. Dat moet hij dan bevestigen. En daarna krijgt hij een icoon op zijn telefoon van de Openspot 4, heb ik begrepen. En dat is het webinterface. En dan kan hij de functies kan hij van zijn Apple-telefoon kan hij bedienen. En daar heb je een stemmetje in zitten en die vertelt hem wat er staat. Ja, het is inderdaad, het is waarschijnlijk zo dat hij bij de eerste keer inschakelen er iemand bij moet hebben die hem daar doorheen kletst, zeg maar. Omdat hij dat gedeelte waarschijnlijk niet zelf kan. Ja, ik dat hij wel, een van de amateurs daar in de buurt, dat hij er wel uitkomt, hè. Maar het is wel leuk dat hij er heeft, want met dat ding kan hij een hoop extra, hè. Wat ik van dat apparaat zo leuk vind, is dat je van dienst naar andere modus kunt en andersom, hè. Oké. Ik ga eens even kijken wat hij getypt heeft. even terugmailen nog, hè. Van PSS Echo. Ja, oké, John. Nou, we gaan door. Ik geloof dat hij morgen krijgt. Ja, krijgt. Dan wordt hij afgeleverd. Krijgen we Openspot 4 is wat anders. Maar goed, dan kun je... Kun je portemonnee omkeren. Hey, John, de groeten. Bedankt voor het luisteren van de ronde. En tot horens. Nog één ding trouwens.
Je had het laatst over een forum, maar ik weet niet welk forum dat is. En ik kan meerdere forums over digitale modus vinden. Welk forum had je het over? Daar stond informatie over D-Star op onder andere. Nee, we hebben een DMR Technoronde. DMRtechnoronde.nl, dat is het forum. Maar er staat niet niks in eigenlijk over D-Star hoor. Sumiers denk ik over. Oké, okay, nou ik ga dat toch kijken. Maar ik zag, volgens mij moet je je aanmelden voordat je wat ziet, hè? Dus ik meld me wel even aan van PSS Echo. Ja, oké. Okay, ja, meld jij gaan. Ik ben een van de moderatoren daar, dus dan kun je zo doortrekken over. Komt goed. Hey, groeten van PSS Echo. Yo, bye bye.